Ja, voorzitter, ik zit hier toch nou eens even zo een half uur ruim naar te luisteren. Maar het blijft gewoon dweilen. Terwijl in alle antwoorden die er gegeven worden, beluister je vooral dat heel veel gemeentes dit gewoon niet willen in deze aantallen. Is de staatssecretaris niet bang dat, mocht onverhoopt, ik hoop het niet, maar die spreidingswet erdoor komt in de Eerste Kamer, dat dan al die gemeentes ook hun handen wassen in onschuld en zullen zeggen, ja, van ons hoeft het niet, maar het moet van de staatssecretaris. En dat dan de staatssecretaris of zijn opvolger elke keer die zwarte pieten en die boosheid krijgt. En voorzitter, graag niet het antwoord dat dat nou juist de spreidingswet gaat oplossen. Want dan heb je met minder aantallen te maken. Want ook dan geldt de wet van het getal. En als je niks doet aan de instroom, blijven het er heel veel. En zal het COA bepaalde hoeveelheden willen, omdat het anders gewoon bedrijfsmatig niet rondkomt. Dank u wel, de staatssecretaris. Ja, degene die ooit zei ik was mijn handen in onschuld is in de geschiedenis niet echt heel erg populair geworden. Dus ik geloof niet dat ik gemeentes dat zou adviseren te zeggen. Los daarvan, voorzitter, moeten we op alle vlakken het nodige doen. We moeten de instroom beperken. Dat is echt een uitermate belangrijke. We moeten zorgen voor voldoende plekken voor die mensen die toch naar Nederland komen. We moeten zorgen voor voldoende woningen. Niet alleen overigens voor statushouders, maar voor alle mensen die op een woning zitten te wachten. Maar wat daarbij ook geldt, is dat je echt, wet of geen wet, wel van een ieder mag vragen. Als wij vinden dat er in Nederland asielzoekers moeten worden opgevangen, laat het dan een beetje op een normale manier over Nederland doen. En niet zeggen, dan laten we de gemeentes in het oosten en het noorden voorop draaien.